3. Punt 3. Moties ingediend bij het debat over de najaarsnota 2022. De heer Klaver verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nummer 11 alsnog in stemming te brengen. Gaan we eerst stemmen over 36250 nummer 3. De motie Tony van Dijk Wilders over ervoor zorgen dat geen enkele Nederlander nog honger of kou hoeft te lijden. Wie is voor deze motie? SP. Bijeen, DENK, fractie Den Haan, ook GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundogan, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga en Volt, verworpen. Dan gaan we stemmen onder 4. De motie Heijnen, CS over onderuitputting inzetten voor openstaande dekkingsopgaven. Wie is voor deze motie? D66, de heer Omtzigt, mevrouw Gundogan, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, Groep van Haga en de ChristenUnie aangenomen. Motie 5. De motie Alkaya over de onderuitputting van de defensiebegroting inzetten voor verhoging van de maximumuurprijs van de kinderopvangtoeslag en compensatie van amateursportverenigingen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Partij voor de Dieren, BBB, Forum voor Democratie, verworpen. Motie 6. De motie van Wijberg-Sala over... Even kijken, die is aangehouden. Ja, excuus. Even een streepje door. Dan gaan we naar 7. Dat is de motie Kuiken-Klaver over het voorkomen van bezuinigingen door het verhogen van de belasting op winstvermogen en vervuiling. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundogan, verworpen. Motie 8. De motie Kuiken-Klaver over maatregelen om de lonen breed in de economie te verhogen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Motie 9. De motie Inge van Dijk-Grimmis over een bruto vrijwilligersproduct als bijlage bij de miljoenennota. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundogan, D66, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, Forum voor Democratie, de heer Omtzigt niet, ChristenUnie, meneer Omtzigt wel, ChristenUnie, CDA. We doen deze overnieuw. Dus gaan te laat, te veel handen omhoog, of het ligt aan mij. Motie 9. De motie Inge van Dijk-Grimmis over een bruto vrijwilligersproduct als bijlage bij de miljoenennota. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gundogan, D66, de heer Omtzigt, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, Forum voor Democratie, Groep van Haga, Ja 21. Aangenomen. Motie 11. De motie Klaver-Kuiken over het verder verhogen van de kinderopvangtoeslag met het oog op de inflatie in 2023. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundogan, D66, de heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Motie 12. De motie Grimmis, CS over het in het budgettaire besluit voor een meewegen van de gevolgen van inflatieverbreding en verdieping voor primaire levensbehoeften. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, DENK, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundogan, D66, de Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Motie 13. De motie Dekker over een structurele beperking van overheidstaken en overheidsuitgaven. Wie is voor deze motie? BBB, Ja 21, SGP, Forum voor Democratie, Groep van Haga, de heer Omtzigt, verworpen. Motie 14. De motie Epping van der Plas over het verzoek aan de minister van Financiën om niet naar Suriname te reizen. Wie is voor deze motie? BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 15. De motie Stofferheijnen over vanaf volgend jaar weer aan alle begrotingsregels voldoen. Wie is voor deze motie? Fractie Den Haan, de heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Ja 21, Forum voor Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 16. De motie Stoffer over het betrekken van de Kamer bij het invullen van de dekkingsopgave bij de voorjaarsnota. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, verworpen. Motie 17. De motie van der Plas over besparingen door de overheid zonder dat dit ten koste gaat van de samenleving. Wie is voor deze motie? Bijeen, Volt, fractie Den Haan, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, verworpen. De motie 20, de motie Evriem Epping over voor de Provinciale Statenverkiezingen duidelijkheid over bezuinigingen en lastenverzwaringen. Die is voor deze motie. SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, GroenLinks niet, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga, verworpen. Gaan we naar 4, 36250 om mensen 13. Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022. De heer Van der Lee. Wij hebben een foutje gemaakt bij motie 16. Wij worden geacht daar ook tegen te hebben gestemd.
Dank u wel. We zullen dit opnemen in de handelingen. Dan gaan we stemmen over het gewijzigd amendement Romke de Jong CS 5. Wie is voor dit amendement? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denkfractie, De Haan, PvdA, Partij voor Dieren, Van Gunhal, D66, De Omzicht, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA 21, aangenomen. Gaan we stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Fractie Den Haan, Denk, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gunhal, D66, De Omzicht, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA 21, PVV, aangenomen. Dan gaan we naar 36250, Romeinse 5. Dat zijn de stemmingen in verband met wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022. We gaan meteen stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Haan, PvdA, Partij voor Dieren, Van Gunnehand, D66, de heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA 21, aangenomen. Gaan we naar 4b. 36250 Romeinse 6, wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2022. We gaan meteen stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gunhand, D66, De Omzicht, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA 21, PVV, aangenomen. En de fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen artikel 37 van de begrotingsstaat te hebben gestemd. Dan gaan we naar 4c, 36250, Romeinse 17. Wijziging van de begrotingsstaat van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022. We gaan meteen stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gunhand, D66, De Omzicht, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA 21, aangenomen. Gaan we naar 5, 36250, najaarsnota 2022. Ik stel voor de kamerstukken 36250, 1 tot en met 4, 7 tot en met 10, 12, 14 tot en met 16, 19 en even kijken, de fondsen A, B, C, J en K zonder stemming aan te nemen. Dus besloten, gaan we naar 6. Dat zijn stemmingen in verband met de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022, 36252. En de heer Omtzigt verzoekt om eerst te stemmen over de moties bij punt 7, alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. Ik neem aan dat iedereen daarmee eens is. Gaan we naar 7. Doen we eerst de moties en gaan we daarna weer terug naar het wetsvoorstel. 7. Moties ingediend bij de 10e incidentele suppletorenbegroting in zaken regeling in verband met hoge energieprijzen. De heer Van der Leeuwen en zijn moties op stuk nummer 20 en 21 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 36252 nummer 11. De motie Leijten over het oprichten van een publieke energieleverancier in 2023. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Volt, Denk, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, PVV, Vorm van Democratie, verworpen. Gaan we naar 12. De motie Leijten over het laten uitvoeren van de margetoets door de ACM. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, SGP, BBB, JA 21, PVV, Vorm van Democratie, verworpen. Gaan we naar 13. De motie Kops over het toepassen van het prijsplafond op het volledige jaarlijkse energieverbruik tot aan de volumegrenzen. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Denk, Fractie Den Haan, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, JA 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga en GroenLinks. Ja, GroenLinks, verworpen. Dan gaan we naar 14. De motie Kops over compensatie met terugwerkende kracht van huishoudens met blokverwarming. Wie is voor deze motie? GroenLinks en ook SP, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gunnehan, de heer Omtzigt, SGP, BBB, JA 21, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. 15. De motie Kops over het prijsplafond met terugwerkende kracht invoeren vanaf 1 januari 2022. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen. Dat zei ik trouwens niet met een vragende stem, maar ik zag één iemand stak vinger op. BBB, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, verworpen. Dan gaan we naar 19. Ja. Ja, het was 2:30 toen we klaar waren en toen was ik nog lang niet thuis, dus ik zit niet goed op te letten. Maar we hebben, even kijken, tegen 15 gestemd. Dank u wel, we zullen dit opnemen in de handelingen. Dan gaan we naar 19. De motie Grimmis Bontebal over vervroegde openstelling van de volgende tranche van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed. Wie is voor deze motie? SP,
Bijeen, Volt, Denk, GroenLinks, Fractie Den Haan, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Van Guinehand, D66, De Heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, Groep van Hagen, aangenomen. De heer Baudet, Forum voor Democratie. Motie 11 had ik eigenlijk tegengestemd willen hebben, dus misschien kan dat nog gecorrigeerd worden. Dank. Zullen we opnemen in de handelingen. Dan gaan we naar 20. De gewijze motie van der Lee, Kreuger, over een door de overheid op te richten noodleverancier van energie. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Raam, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Guinehand, D66, De Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, aangenomen. 21, de gewijze motie van de Leeftijzen over de redelijkheid van de tarieven per leverancier versterkt toetsen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Raam, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Guinehand, D66, De Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Hagen, aangenomen. 22, die is aangehouden. Dat zetten we even... En 23. Ja, dan gaan we naar 24. De motie Omtzigt CS over het dichten van sluipwegen om de energieprijs kunstmatig te verhogen. Wie is voor deze motie? SP, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Haga en de SGP verworpen. 25. De motie Omtzigt CS over alle meterstanden van slimme meters laten uitlezen op de jaarwisseling en precies een jaar later weer. Wie is voor deze motie? SP. Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Hagen, verworpen. 26, de motie Erken-CS over een eindejaarsverrekening bij in ieder geval één leverancier om gebruik te kunnen maken van het volledige prijsplafond. Dus voor deze motie, SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Guinehand, D66, de Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Hagen, aangenomen. 27, de motie Bouken-CS over een verlaging van het voorschotbedrag overeenkomstig de verwachte energiebesparing en de lagere prijzen onder het prijsplafond. Wie is voor deze motie? GroenLinks. Ook de SP, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Raad, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Guinehand, D66, De Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Hagen, aangenomen. 28, de motie Thijssen van der Lee over bij de berekening van de in te stellen marge ook het jaar met de laagste marge meerekenen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Raad, PvdA, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie en de SGP, verworpen. 29. De motie Thijssen van der Lee over de in te stellen marge berekenen door het gemiddelde te nemen van de jaren 2017 tot en met 2021. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum van Democratie, verworpen. Dan gaan we terug naar 6. Dat is namelijk het wetsvoorstel, maar eerst nog een aantal amendementen. We gaan eerst de amendementen doen. Eerst amendement 4, Romeinse 1. Wie is voor het amendement Leijten? SP, Bijeen, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Het amendement Leijten, 5, Romeinse 1. Wie is voor dit amendement? SP, Bijeen, Denk, ook Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, BBB, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Amendement Leijten, 6, Romeinse 1. Wie is voor het amendement? SP, Bijeen, Fractie Den Haan, Denk, ook Volt, Partij voor de Dieren, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Amendement Leijten, 7, Romeinse 1. Wie is voor het amendement? SP, Bijeen, Denk, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Amendement Leijten, 8, Romeinse 1. Wie is voor het amendement? SP, Bijeen, Denk, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, SGP, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Amendement Leijten, 9, Romeinse 1. Wie is voor dit amendement? SP, Bijeen, Fractie Den Haan, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Amendement Leijten, 10, Romeinse 1. Wie is voor het amendement? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, Fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, de heer Omtzigt, BBB, Ja 21, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Dan gaan we naar het wetsvoorstel, maar voordat we gaan stemmen over het wetsvoorstel geef ik eerst het woord aan de heer Omtzigt voor een stemverklaring. Voorzitter, het energieplafond en de subsidies zijn hard nodig voor huishoudens die niet rond kunnen komen. Er is een groot probleem in Nederland. En het doel van deze regeling deel ik volledig.
Maar het is sociale zekerheid. En sociale zekerheid dient niet privaat uitgevoerd te worden. En dat wordt hier wel. Het is sociale zekerheid en die dient in een wet vastgelegd te worden, niet in een ministeriële regeling. Waar we geen invloed kunnen hebben als Kamer. En die we pas 2 dagen van tevoren krijgen. En waar echt nog een paar foutjes in staan die heel duur kunnen komen te staan. Dat heeft gevolgen. Burgers hebben nauwelijks rechtsbescherming als de energieleverancier het niet betaalt. En zelfs het toezicht is privaat en geheim. En je kunt goed spelen met hoe je je winsten zo laag mogelijk maakt door een beetje met inkoop en verkoop te spelen. Maar we zullen er nooit achter komen. Om die redenen, voorzitter, zal ik tegen dit wetvoorstel voor een pleisterplafond stemmen, hoewel ik niet tegen het principe ben. Dank u wel. Dank u wel, meneer Omtzigt. Dan gaan we stemmen over het wetsvoorstel. Wie is voor het wetsvoorstel? GroenLinks, Volt, Denk, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gunnehan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, PVV, Vorm van Democratie, Groep van Haga, aangenomen. Dan gaan we naar 8. Motie ingediend bij 2 minuten debat verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg. 21-501-08 nummer 885. De motie Koerhuis van de Molen over de ratificatie van het luchtvaartverdrag met Qatar opschorten en zich inzetten voor eerlijke concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gunnehand, D66, de heer Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, Groep van Haga, aangenomen. Mevrouw Simons van Bijeen. Voorzitter, ik stak per abuis mijn hand op. Ik word geacht te hebben tegengestemd. Dank u wel. We zullen dit opnemen in de handelingen. En dan gaan we verder met 9. Moties ingediend bij het 2 minuten debat Milieuraad van 20 december 2022. 21-501-08, nummer 886. De motie Akerboom van S over de WHO-normen voor luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 behalen in plaats van in 2050. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt. GroenLinks heb ik gehad. PvdA, Partij van Dieren, mevrouw Gundeham. En de fractie Den Haan verworpen. 887, de motie Akerboom van S over prioriteit geven aan gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit boven andere belangen in het kader van de herziening van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, Van Gundeham, verworpen. Dan gaan we naar 10. Moties ingediend bij 2 minuten debat Energieraad van 19 december 2022, 21501, 33, nummer 991. De motie van Raan over verzet tegen de lichtere toets op de vogel- en habitatrichtlijn. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren en de SGP, verworpen. 9 tegen 2. De motie van Raan over het afbouwen van alle fossiele subsidies. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundeham, verworpen. 993. De motie van Raan over voorkomen dat subsidies terechtkomen bij partijen die sjoemelen met duurzaamheidscertificering. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, Bijeen, Volt, Denk, fractie Den Haan, PvdA, Partij voor de Dieren, mevrouw Gundeham, D66, de Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, BBB, JA21, Groep van Haga, aangenomen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze stemming. Ik schors de vergadering voor een enkel moment.
Ik heropen de vergadering. Eerst nog wat mededelingen van mijn kant. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze